De Graafschap treft donderdagavond huidig landskampioen Ajax op een uitverkochte Vijverberg in de kwartfinale van de beker. De superboeren willen stunten en voor het eerst in de 69-jarige geschiedenis van de club de halve finale bereiken. Kijk, het is wel dat je op een top moet zijn. Die jongens moeten fris zijn, moeten pijn gaan leiden. En dat is zeker. Het plan wat we hebben, echt perfect uitvoeren. Zorgen dat we de 12.000 mensen achter ons krijgen. Ja, in die combinatie moeten we ervoor gaan zorgen dat we ook kunnen gaan stunten. Je moet gewoon een hele goede dag hebben. Ja, en dan heb je wat geluk nodig. En dat kan zijn bal binnenkant paal eruit of een afgekeurde goal zoals gisteren. Je moet wat ik zeg, heel realistisch de wedstrijd ingaan. En we gaan gewoon proberen Ajax het zo moeilijk mogelijk te maken. En elke minuut voor ons is natuurlijk winst in dat opzicht, omdat je gewoon bekerwedstrijd speelt. We gaan het zien en we hebben er heel veel zin in. De Doetinchemers kunnen kracht halen uit de stunt van amateurclub Spakenburg, die dinsdag eredivisionist FC Utrecht uit de beker kegelde. Belangrijke factor op de volledig uitverkochte Vijverberg is donderdagavond de steun van de fanatieke supporters. We hebben natuurlijk een hondstrouwe publiek. Ook dit seizoen zitten gewoon altijd 7.000, 8.000 mensen. En nu zit het vol. En een kolkende Vijverberg, ja, er kunnen altijd hele leuke dingen gebeuren. En daar gaan we morgen weer vanuit. Weet je, als club zijn, als je in deze competitie zit waarin wij zitten, heb je gewoon soms wat kansjes om je te laten zien als club. Waarin je als club aandacht krijgt, waarin je als spelersgroep aandacht krijgt. Ja, en dat zijn de momenten om het te pakken. Voor ons, voor jonge spelers om je te laten zien. Voor ons om van te genieten. En als club zijn om je van je beste kant te laten zien. Qua sfeer, qua wat er leeft in het stadion. Dat de mensen weer eens zien hoe het hier kan zijn. En dat is gewoon hartstikke mooi. Bij het affiche De Graafschap Ajax gaan bij veel mensen de gedachten terug naar 8 mei 2016. Toen hielden de superboeren door een goal van Brian Smeets de Amsterdammers van de landstitel met doelman Jurrius tussen de palen. Ja, dit verhaal gaat natuurlijk de komende jaren. Ieder jaar komt er een kampioenschap en ieder jaar wordt dit waarschijnlijk herhaald. En zijn wij de jongens die voor die verandering hebben gezorgd. En dat is gewoon voor het grotere beeld, zeg maar, voor je, wat je meemaakt in je carrière is het bijzonder. Ja, dat was een mooie dag toen. In de zin van dat je het gevoel hebt dat je, wat je zegt, je hebt iets neergezet waar je aan herinnerd wordt. En voor later is dat leuk. Dit is heel wat anders. Alleen als je morgen wel kan stunten, ja, dan heb je hetzelfde. Dus daar gaan we voor. Hebben jullie nog een pep talk gekregen van Brian Smeets of zo? Of die niet gesproken? Nee, ik spreek Brian. Ik heb hem laatst wel een keer gesproken, omdat hij toen transfervrij was. Maar ik denk dat Brian zelf, die heeft toen zoveel over zich heen gekregen, positief en negatief, dat hij hetzelfde antwoord zou geven als ik. Van dat was toen en nu gaan we verder. Zijn er nog spelers die je rust geven tijdens deze wedstrijd? Of ga je gewoon met de beoogde sterkste elf aan? Ja. En ze mogen geen rust hebben. Het gaat zwaar worden.